Ja, na 65 duels in de Super League, keukenkampioen-divisie, hoe je het wil noemen. Nu je debuut in de Eredivisie. Hoe was het? Ja, ik denk dat het gewoon heel lekker is dat ik de nul heb gehouden vandaag. En ja, qua resultaat is dat de hoogst haalbare. Dus wat dat betreft ben ik heel tevreden. Ja, je begint aan zo'n warming-up. Weet dat het vandaag jouw moment is. Is er dan ook een soort van spanning aanwezig? Of ben jij een jongen die dat volledig van zich af kan laten glijden? Ik was een beetje verbaasd hoe relaxed ik was eigenlijk. Dus dat was heel lekker. Nou, op een gegeven moment gaat die wedstrijd beginnen. Dan heb je de eerste minuut even die spanning. Dan komt hij toch eventjes. Dus daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ik denk van toch lekker dat het toch nog even spannend wordt. En nou, daarna glijdt het van je af, speel je wedstrijd. En ben ik gewoon inderdaad heel blij dat ik die nul heb gehouden. Je weet een beetje hoe Groningen wil spelen. Hè? Hoe ze dat bijvoorbeeld ook tegen Ajax hebben gedaan. Ze laten je een beetje komen en kunnen dan genadeloos toeslaan in de omschakeling. Hoe probeer jij daar als keeper rekening mee te houden, die manier van spelen, zeg maar? We worden eigenlijk heel de week klaargestoomd om die wedstrijd natuurlijk goed voor te bereiden. Dus je ziet beelden van de tegenstander, je weet hoe ze druk zetten, je weet waar de ruimtes gaan liggen in de opbouw. En zo weet je dat ook, hoe zij gaan aanvallen en hoe zij dreigend zijn. Of zij met buitenspelen naar binnen komen en schieten of juist een omloopactie maken en een voorzet willen geven. Ja, nu wordt er ook altijd van een keeper gezegd van ja, hij moet ook kunnen voetballen. Nou, Utrecht was vandaag veel aan de bal, dus dat heb je ook moeten doen. Hoe vond je dat het op dat gebied ging? Ja, uiteindelijk schiet ik denk een paar ballen uit. Nou, dat is natuurlijk onnodig. Dus wat dat betreft moet dat beter. Weet je, ik ben ook altijd kritisch, dus dat is gewoon uiteindelijk moet dat beter. Maar over het algemeen denk ik dat de nul houden in de buurt het gewoon heel lekker is. Dus dat is gewoon top. Ja, een kwartiertje voor tijd komt een voetballer van wereldniveau in het veld. Je weet dat hij met die linker soms naar binnen kan komen en dan kan schieten. Is dat iets waar je ook als keeper dan een beetje mee bezig bent als je die wissel ziet? Ja, zeker weten. Ja, iedereen kent hem, Arjen Robben. Dus op een gegeven moment komt er ook een moment dat hij eventjes naar binnen dribbelt en los is. Dus ik was ready voor het schot, maar helaas paste hij hem af. Dus dat schot bleef even uit. Ja, je zegt ook inderdaad helaas, want ik kan me voorstellen dat je het als keeper best leuk vindt om door hem getest te worden. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk wil je alle ballen pakken natuurlijk, maar inderdaad, het is, heeft net een ander randje. Snap ik. Na afloop van de wedstrijd zegt John van der Brom iets tegen je. Wat? Ja, die was enorm blij dat ik de nul had gehouden in de buurt. Dus die was positief.